Mag ik het zeggen? Goeiedag, mijn naam is Stephanie van Sichem. Ik ben 31 jaartjes jong. Ik ben oudste van een gezin uit 3. Ik heb nog een broertje en een zusje. En ik ben vandaag de gast in het programma met mijn mama. Nou, wat heb ik geleerd van mijn moeder? Wat heb ik niet geleerd van mijn moeder? Los van ja, alle belangrijke levenslessen en die opvoeding die heeft gemaakt tot de vrouw wat ik nu ben, heeft ze me geduld geleerd. Ze heeft me geduld en zelfbeheersing geleerd. Omdat ik van nature een beetje een firecracker ben van karakter en mijn moeder is heel kalm. En ja, ze heeft me geleerd om mezelf in alle situaties, te alle tijden te beheersen en om kalm te blijven. Zo, een uitspraak die mijn moeder altijd doet. Ah, ja, ik weet het. Ik leg het in de handen van de Heer. Dat is een uitspraak die ze dagelijks doet. Maakt niet uit waarvoor. Ze is heel gelovig. En ze gelooft echt in haar God. En dat God alles kan doen. En op het moment dat er een probleempje is. Of als er iets is waarmee we zitten. Legt ze het altijd in de hand van de Heer. En ze zegt het ook altijd. Ze zegt bid ervoor. Leg het in de handen van de Heer. Dus dat is definitely een uitspraak dat ze heel vaak maakt. Zo, de mensen die me kennen weten dat als het één ding is wat ik van mijn moeder heb, is mijn manier van praten. Mijn manier van praten en mijn manier van uitleggen. En dan heb ik het meer over welbespraakt zijn, articulatie en natuurlijk in bepaalde situaties diplomatisch praten, als het ware. Waarom hoor ik van mijn moeder? Het is eigenlijk een cliché vraag. Waarom hoor ik niet van mijn moeder? Het is de vrouw die me 9 maanden lang heeft gedragen in haar buik. En ondanks ik 31 jaar ben, ik kan niet zonder haar. Ik kan gewoon niet zonder haar. Ik heb mijn moeder altijd gezegd, ze heeft me alles geleerd in het leven. Behalve hoe ik zonder haar moet leven. En ja, dat is het gewoon. Ik hou van haar, omdat ze is gewoon maar alles. Ik weet nu op dit moment, eerlijk gezegd, niet wat ik zou doen zonder mijn moeder. Dus daarom hou ik van haar. Ze is echt gewoon de belangrijkste vrouw in mijn leven. Goeiedag, kijkers. Ik heb de eer om vandaag met jullie te zijn in het programma Met Mijn Mama. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Lucretia van Sichem en ik ben moeder van 3 blessings. 3 zegeningen van God. Stephanie de oudste, die is 31. En dan heb ik mijn prins in het midden, Shaquille, die is 26. En mijn Benjamin Shannon, die is 23 jaar. Ja. Bij alle 3 was het een bewuste keuze. Geen van die 3 zijn er per ongelukje. Ik heb zelf bij de 2 laatste heb ik echt, zoals we zeggen, gehosseld. Voor het eindelijk, ik merkte dat mijn menstruatie wegbleef en ik was zo gelukkig. Ik heb heel veel leuke herinneringen. Mijn kinderen, behalve dat ze alles voor mij zijn, ben ik ook alles voor ze. En waarom ik zeg mijn blessings? Omdat die liefde die ik van ze kreeg, is onbeschrijfelijk. En toen ze klein waren, kreeg ik het. Maar ze zijn nu volwassen en het is niet verminderd. Integendeel, ik kreeg nog meer liefde van ze. En ik denk dat dat het mooiste is wat een moeder kan krijgen van haar kinderen. Voor de rest hebben we altijd leuke momenten. We zijn altijd harmonieus met elkaar. Er kunnen wel wat kleine dingen zijn, want we zijn niet altijd eens met elkaar. Maar het duurt nooit lang. Ja. En als er 1 ding is wat mijn kinderen waar ze niet van houden, als mama boos is en nog erger, als mama verdrietig is, daar kunnen ze niet tegen.
Om heel eerlijk te zijn, niet. Ik wilde dolgraag moeder zijn, maar ik heb niet nagedacht van wat voor soort moeder. Ik denk dat wanneer je eenmaal moeder bent, dat het automatisch komt. Als je een bewuste keuze maakt om moeder te zijn, dan krijg je automatisch die liefde voor dat schepseltje dat jouw kind is. Ik heb zelf een vrij strenge opvoeding gehad. En ik denk dat dat heeft doorgespeeld bij mijn opvoeding naar mijn kinderen. Ik ben wel een liefdevolle moeder, maar ik ben wel heel streng geweest voor ze. Normen, waarden, discipline, dat stond bij mij heel hoog. Dus het is automatisch gegaan met mijn opvoeding als basis. En mijn liefde die ik gewoon voor ze had. Of heb nog steeds. Stephanie heeft een uitspraak die ze vaak zegt. En ik heb haar gezegd, dat mag ze niet zeggen. Ze zegt heel vaak tegen me van, mama, als jij er niet meer bent, stopt het voor mij. Ik wil natuurlijk als moeder heel graag kleinkinderen. En ze zegt ook heel vaak, mama, geloof me, als jij er niet bent, krijg ik geen kinderen meer. Ik zeg, nee, dat mag je niet zeggen. Dus dat blijft me wel vaker bij. Ik zeg, nee, dat mag niet. Toch, het moet doorgaan. En niet alleen Stephanie zegt dat, maar alle drie. En dat beangstigt je als moeder wel een beetje. Dus het is geen prettige uitspraak, maar het blijft wel steeds in mijn hoofd doordwalen van, dat mag niet zo zijn. Stephanie is van de drie meest energie. Beste. Ja, zij beste. Had heel veel energie als kind. Ik heb me altijd afgevraagd, wanneer gaat ze rustig worden? Eigenlijk, ik zei altijd tegen haar, na jou moest ik geen kinderen meer krijgen. Zo moe werd ik. Maar ik deed het met alle liefde. Ze is spontaan, ze is impulsief, ze is druk. En ik heb heel erg moeten werken aan dat gedeelte van haar. Want ze is iemand, ze denkt niet. Ze gaat direct actie ondernemen en ik moest daaraan werken. Ik moest er leren dat als je volwassen wordt, moet je op een gegeven moment zaken kalm aanpakken. En het is me gelukt. Heel veel situaties hebben zich voorgedaan waarbij ik dan wat ik er wilde leren kon toepassen. En als ik nu terugblik, moet ik zeggen, Stephanie is nu gegroeid tot een jonge vrouw die eerst goed nadenkt, kalm is in situaties. En daar ben ik heel erg trots op. Ja. En dat kan door haar. Ik heb geen andere vrees. Waarom? Ik heb als moeder geprobeerd om de kinderen zodanig met alle liefde op te voeden dat ze die liefde meekrijgen in hun verdere leven en dat ze goede burgers worden. En als ik nu kijk naar mijn kinderen, dan ben ik tevreden met wat ze tot nu toe hebben bereikt. Dus wat hun toekomst betreft heb ik helemaal geen vrees. Mijn enige vrees is, wat als ik er niet meer ben? Dus daar moet ik ze ook een beetje aan sterken, want de dag komt ooit eens. Dus ik moet ze daarin sterk maken. Maar voor de rest heb ik helemaal geen vrees. Ik, met gesloten ogen weet ik van, drie goede burgers in de maatschappij lever ik af. Wat mijn kinderen bijzonder maakt, is dat ze heel veel respect hebben voor mij als moeder, maar ook voor hun vader. Ze hebben ook respect voor alle ouderen, dat heb ik ze meegegeven. En het bijzondere is dat mijn moeder heeft vaak de uitspraak gedaan. Toen ze klein waren, zei ik altijd tegen ze van, ma, ik kan niet wachten tot ze groot worden. En ze zei vaak tegen me, vek niet. Want wanneer ze klein zijn, trekken ze aan je rok. En als ze groot zijn, trekken ze aan je hart. Maar als ik nu terugblik, moet ik wel zeggen dat ik heb dat niet zo ervaren. Integendeel, ik heb heel veel vreugde aan mijn kinderen. En die liefde, net zoals ik die liefde die ik van ze kreeg op deze leeftijd, het maakt me soms zelf duizelig. Soms vraag ik me af van,
ik had verwacht van je wordt volwassen, je leidt je eigen leven. Maar als het om mama gaat, dan zijn ze weer kind van toen. Ze komen nog steeds knuffelen, ze komen nog steeds bij me, nog steeds zoentjes geven. Nog steeds, maar ik mis ma, ik wil een beetje warmte hebben. En dat betekent zoveel voor mij. Dat mijn dochter van 31 komt en zegt, maar ik wil nog een beetje bij je liggen in je buik. Dat die jongen komt en soms vechten ze alle drie op het bed om naast mij te liggen. En dan wordt het echt een gevecht op dat bed. En aangezien die jongen sterker is, duwt deze zussen weg. Nee, maar het wordt echt een gevecht. Wie gaat naast mama liggen voor die warmte? Nee. Dus ik vind dat gewoon, wat wil ik meer hebben als moeder? Wat maakt me trots voor mijn moeder? Mijn moeder is mijn hele leven lang een voorbeeldfiguur geweest. En merendeels vooral omtrent het studeren. Mijn moeder heeft me bewezen dat je alles kan bereiken met studeren. Ik kan zelf uit elke situatie halen, want ze is de living proof daarvan. Ze heeft zichzelf opgewerkt tot een heel succesvolle vrouw door middel van haar studie en haar werk. En dat is iets dat ik heel erg bijzonder vind aan mijn moeder, omdat niet veel mensen dat hebben. En ik heb dat als voorbeeld genomen, als blueprint voor mijn eigen leven, om ook altijd voor mijn doelen te gaan. En dat ik mezelf, door studie vooral, uit elke situatie kan halen en dat ik overal op kan ermee. En ik merk het nu. Ik merk het nu echt, dat ik echt, al mijn opportunities zijn er, doordat ik mezelf, I educated myself. En dat komt door mijn moeder. Wat mij trots maakt op mijn dochter Stephanie, zoals ik heb aangegeven, ze was een van de woeligste kinderen. Best wel vrijkoppig, maar wat me trots maakt, ze heeft altijd naar me geluisterd. In wat voor case dat ook. Ook al was het iets waarvan ze denkt, ik ben niet eens met mijn moeder. Ze luistert naar me, ze gaat nadenken en ze doet tot nu toe altijd wat ik haar heb gezegd. En ze merkt ook van, ik heb gelijk. Dus ik ben trots op dat ze, ondanks ze een eigen wil heeft, dat ze weet en beseft, mijn moeder gaat iets niet zomaar tegen me zeggen. En als mijn moeder het zegt, dan moet ik het meenemen. Ze neemt het mee, ze denkt na, ze gaat echt in overdenking en dan komt ze terug. Maar je hebt gelijk. Dus ik ben daar trots op. Maar nog steeds, ze is 31. En nog steeds, als ik er wat zeg, neemt ze mijn adviezen mee. En ik ben daar echt trots op, want ik denk niet dat alle kinderen dat doen. Vooral niet op deze leeftijd, maar Stephanie nog wel. Dus ik ben er echt trots op. Mag ik het zeggen? Ik ga het met een voorbeeld aangeven. Iemand kent mij, bijvoorbeeld. Ik ben docent, een student kent mij, heeft les van me gehad. Kent haar niet, want ik denk niet dat ze echt op me leek. Ze ontmoeten haar en het eerste wat ze er vragen, is je vrouw vast tegen je moeder? En ze zeggen, ja, hoe weet je het? Je praat precies als haar. Dus Stephanie heeft de manier van praten, de manier hoe ze de stem gebruikt, hoe ze articuleert, hoe ze zinnen formuleert, hoe ze dingen kan opbouwen, onderbouwen, dat heeft ze echt van mij. Niet op haar mond gevallen ook, want ik ben ook niet op mijn mond gevallen. Ja. En ze gaat echt recht voor de mening uitkomen. En als ze niet eens is, gaat ze het ook zeggen. Dat is iets van derzelf hoor, want soms hou ik me wel rustig wat dat betreft. Ik analyseer situaties. Maar zij niet, ze gaat het zeggen. Moet gezegd worden. Dus. Zo. Ik zei het al, ik kan niet zonder mijn moeder. Mijn moeder is heel bijzonder voor me. Niet alleen om het feit dat ze mijn moeder is, maar ook alles dat ze voor me betekent. Ik kan met mijn moeder praten over alles. Vele vrienden van me kijken heel vaak bewonderend. Omdat ik met mijn moeder, ik kan met mijn moeder uitgaan.
Ik kan met mijn moeder gewoon naar Next gaan met mijn broertje en mijn zusje. En ze doet even hard met ons mee. Je zou denken dat het een vriendin was tussen ons. Als we spontaan komen met, hey, laten we tequila shot doen. Dat doet mijn moeder ook mee. Nou, niet dat ze 10 gaat doen, maar ze kan ook een shot. En verder, ik kan gewoon alles met mijn moeder bespreken. Zelf dingen die bijvoorbeeld taboe zijn in Suriname, zoals bijvoorbeeld over seks of relaties of dergelijke. Ik kan echt alles met mijn moeder bespreken. Ik kan er adviezen vragen over alles. En ja, daarom is ze zo bijzonder voor me. Ik kan gewoon niet zonder haar in mijn leven. En ik weet niet wat ik zou doen zonder haar in mijn leven. En ja, mijn leven stopt als ze er niet meer is. Ze houdt ervan als ik dat zeg, maar zo voel ik me. Dus, ja. En u? Waarom Stephanie voor mij zo bijzonder is. Ze zijn alle drie bijzonder, maar waarom zij toch wel bijzonder is. Omdat Stephanie, zij is mijn oudste kind. Zij is de eerste die me tot moeder heeft gemaakt. De eerste persoon die tegen mij mama heeft gezegd. De eerste persoon die me liefde heeft laten voelen in mij. En van wie ik liefde heb teruggehad. En dat vind ik heel bijzonder. Verder is er een tweede reden waarom zij ook bijzonder is voor mij. 15 jaar terug heeft mijn dochter een zware aanrijding gemaakt. En het was een aanrijding waarbij ze eigenlijk niet meer hier kon zitten. Maar zoals ze heeft aangegeven, ik ben heel erg geloven. En de heer daarboven heeft gezegd, nee, dit bijzonder kind moet je nog behouden. En hij heeft me er teruggegeven. En ze zit hier. En daarom vind ik het zo bijzonder. En ik dank daarvoor. Maar je zegt heel vaak, vooral omtrent dat van mijn aanrijding, ja, God heeft me gered. God heeft me gered. Maar ik zeg altijd, het is niet God heeft me gered. Jij hebt me gered. Want als je me niet terug had geroepen en ik terug ben gekomen en je had die helm vastgemaakt aan mijn nek, had ik het niet overleefd, die aanrijding. En iedereen die me vraagt, zeg ik altijd, om jou ben ik nog hier. En ik hou verschrikkelijk veel van je. Je bent me alles. En ja, ik had een kleine verrassing met de kilo is. Ik hou heel, heel erg veel van tatoeages. Ik heb bewust lange mouw, lange broek gedragen om ze te bedekken. Maar ik kom net een kwartier, half uur terug, kom ik van de tattoo shop. Mm-hmm. En ik weet het wezen. Zo, ik hou heel erg veel van astrologie. En mijn astrologie sign is Ram. En mijn moeder is Maagd, Virgo. En ik heb hier een Virgo bij mijn Ram erbij gezet. Elke dag als ik ernaar kijk, it reminds me of you. En maar weet, Ram en Virgo is een power couple. En ik heb hier een infinity, want dat is voor altijd. Het is slim geweest. Ik heb altijd gezegd, zet geen namen en initialen van ouders of zo op je huid. En ze is heel slim geweest om het dan met horoscopen te doen. En tribal. Ze heeft een bijnaam bij mij hoor, mijn kleertje. Zij is echt mijn kleer en zij is mijn kruis aan mijn been. Van die drie. Echt. Ja. Ze drinkt mijn bloed verschrikkelijk. En ja, het gaat zo blijven, denk ik. Ja. Dankjewel. Zo, ma. Omdat het moederdag is, word je vandaag extra in de watjes gelegd.
En ik heb een paar leuke cadeautjes hier voor me. We hebben hier van Healthy Feet een pedicure behandeling. Mm-hmm. En je houdt van pedicure? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Als tweede hebben we een paar heerlijke zeepjes van UFC. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, we moeten er ook heel erg van winnen. Mm. En we hebben hier van Brahesha een heerlijke zoete wijn. Die gaan we samen drinken. Alsjeblieft. Dankjewel. En als laatste hebben we van Surprise Your Tongue een heerlijke cake. Die gaan we ook zo meteen aansnijden. Dat is een mooie cake. Hartelijk bedankt. Stephanie en al de mensen van wie de spullen komen. En sowieso ga ik genieten van alle cadeautjes. Hartelijk bedankt. Alvorens we eruit gaan, heb ik voor de moeders natuurlijk nog een boodschap. Moeders, moeder zijn is geen makkelijke job. Het is een heerlijke, maar absoluut geen makkelijke job. En waarom het niet makkelijk is, omdat wij hebben een heel belangrijke taak binnen het gezin. Het is niet makkelijk, omdat wij ook emoties hebben waarmee we zelf moeten dealen. Wij hebben onze eigen omstandigheden waarmee we ook zelf moeten dealen. En desondanks wordt er heel veel van ons verwacht door de leden van het gezin. Maar moeders, we hebben het gedaan en we doen het door. En ik weet, wij kunnen het. Wij zijn sterke vrouwen. En ik wil jullie op deze dag extra power geven. Een hele fijne dag. Laten we het voorbeeld blijven voor onze kinderen. Laten we die liefde blijven geven. Ook al wordt het niet altijd gewaardeerd en gevoeld. Laten we het blijven geven. En laten wij bidden dat onze kinderen goede burgers in de maatschappij worden. Want dat is onze enige wens. Ik wens jullie allemaal een fijne, maar vooral een gezegende en liefdevolle moederdag. This is another Supreme production. Supreme TV.